Nadat Jouws moeder een blik op hem wierp, liet ze hem daarachter. Een dokter besloot hem zelf te adopteren en jaren later toonde deze geweldige jongen zijn dankbaarheid op een ongelooflijke manier. Ivoorkust is een klein land in West-Afrika, vlakbij de Golf van Guinea, vol met regenwouden en gastvrije strandresorts. Echter, toen Jouw geboren werd, was de wereld niet zo gastvrij voor hem. Zijn verhaal ontvouwde zich in een gemeenschap vol bijgeloof en angst, wat resulteerde in afwijzing en spot. De dag dat hij werd geboren was niet gelukkig voor zijn ouders. Sterker nog, toen zijn moeder deze babyjongen ter wereld bracht, verstopte ze zich al voor haar familie. Ze was zwanger van een man die haar familie niet goedkeurde en was van plan terug te keren naar haar dorp nadat ze het kind bij een weeshuis in Bako had achtergelaten. Er was een lokale vrouw die hielp bij bevallingen en voor de baby zou zorgen namens haar. Een nieuw leven zou een zegen moeten zijn, maar deze jongen bleek meer een vloek te zijn. Toen Jouw werd geboren was hij niet alleen ongewenst door zijn moeder, maar liet hij ook meteen iets vreemds zien. Er waren een paar abnormale gezwellen rond zijn gezicht en nek die hem er enigszins monsterachtig uit lieten zien. Niet alleen begreep de moeder niet waarom haar babyjongen er zo uitzag, maar ze dacht ook dat het haar straf was voor het plan om haar kind te verlaten. Jouw werd achtergelaten bij de deur van een plaatselijk weeshuis, ook al verwachtte de vroedvrouw dat hij kort na de geboorte zou sterven. Het weeshuis nam de baby op met dezelfde verwachting. Zijn gezicht vertoonde een grote groei op de kaak, waardoor het moeilijk was om hem goed te voeden. Ondanks de strijd besloot de verzorgster deze jongen alle liefde te geven die ze in haar hart had, gedurende de korte tijd dat hij nog op aarde had. Medische hulp kwam bijna nooit naar Bako. Er was weinig wat gedaan kon worden om deze jongen te helpen. Het weeshuis hield de baby uit het zicht, in een poging hem te behoeden voor spot en zelfs mogelijke vervolging die dit dorp hem zou kunnen aandoen. Maar, in tegenstelling tot hun verwachting, stierf Jouw niet. Toen hij 1 jaar oud werd, was het tijd om zijn bestaan bekend te maken. Voor het eerst merkte het dorp deze vreemd uitziende jongen op tussen de andere kinderen. Al snel zou hij bekend worden bij de mensen als monstre, het Franse woord voor een freak. Wat vaak gebeurt wanneer iemand een lichamelijke afwijking heeft, is dat mensen automatisch aannemen dat ze ook verstandelijk beperkt zijn. Dit was absoluut niet het geval voor Jouw. De jongen was intelligent, maar ook erg verlegen. Vanwege de spot van de gemeenschap kon hij niet naar school gaan. En een van het personeel van het weeshuis had medelijden met hem en leerde hem lezen. De jongen bracht het grootste deel van zijn dagen alleen boeken lezen door, omdat de andere kinderen ook bang voor hem waren en niet met hem wilden spelen. Naarmate de tijd verstreek werden de gezwellen in zijn gezicht steeds groter. Als het niet voor een medisch team was geweest dat hem toevallig tegenkwam, zou hij kunnen zijn gestorven. Onder dit medisch team uit Frankrijk bevond zich Claude Pascal, een jonge dokter wiens afkomst verbonden was met Ivoorkust. Hij had altijd al een verschil willen maken in Afrika en maakte deel uit van het Mercy Ship initiatief naar dit Franstalige land toen hij Jouw ontmoette. In eerste instantie was Claude niet 100% zeker van welke aandoening hij leed. Maar hij moest alles in het werk stellen om deze jongen te helpen die zoveel vriendelijkheid en veerkracht naar het leven toonde. Op het moment dat hij met hem begon te praten was hij verbaasd over de intelligentie die hij tentoonspreidde. Het was duidelijk dat Jouw een scherp verstand had en graag wilde leren. Hij stelde veel vragen over zijn aandoening, wat de arts des te vastberadener maakte om dit afschuwelijk uitziende kind te helpen. Na wat onderzoek werd het voor Dr. Cloud duidelijk dat Jouw leed aan het Burkitt lymfoomsyndroom. Dit is een zeldzame maar snel groeiende vorm van kanker. Het komt meestal voor bij kinderen, waarbij jongens overwegend worden getroffen. Typische symptomen zijn buikpijn, misselijkheid en braken, verlies van eetlust, zwakte en vermoeidheid. Daarnaast zijn er ook zichtbare lichamelijke symptomen. Er ontstaan abnormale gezwellen in sommige organen die fataal kunnen worden als ze onbehandeld blijven. Voor de variant van deze ziekte die voornamelijk in Centraal-Afrika wordt aangetroffen, wordt de aandoening in verband gebracht met het Epstein-Barr-virus, dat na verloop van tijd zorgt voor blijvende groei van de kaakbeenderen. Deze gezwellen zijn vaak kwaadaardig en kunnen het best behandeld worden met intensieve chemotherapie. Dr. Cloud werd verliefd op Jouw. Er was heel weinig dat hij kon doen om deze jongen te helpen tijdens zijn medische missie naar dit Afrikaanse land. Om een echt verschil te maken in zijn leven zou hij hem mee moeten nemen naar Frankrijk. Bot- en beenmergbiopsieën zouden de enige manier zijn om de aandoening te bevestigen en enige vorm van behandeling te starten. Wanneer dit type lymfoon direct wordt behandeld, is er meestal een zeer hoge kans op remissie. Jouw leefde al een tijdje met deze aandoening, maar de dokter was ervan overtuigd dat hij zijn leven kon redden. Het was een levensveranderende ervaring voor Jouw om naar Frankrijk te reizen.
Van een eenvoudig leven, verborgen voor mensen en belachelijk gemaakt vanwege zijn uiterlijk, zat hij op een vliegtuig naar een groot ziekenhuis op een heel ander continent. Het was gemakkelijk om toestemming te krijgen om deze jongen mee te nemen, aangezien zijn familie hem vele jaren eerder had verlaten en waarschijnlijk dacht dat hij al was overleden. De enige voorwaarde was dat dokter Claude moest instemmen met het wettelijk voogdijschap over jou tijdens zijn behandeling in Frankrijk. De relatie tussen jou en zijn wettelijke voogd groeide al snel uit tot iets veel meer dan oorspronkelijk verwacht. Dr. Claude wilde de jongen adopteren en hem de kans geven om iets van zijn leven te maken. Hoewel intercontinentale adoptie altijd een uitdaging is, zou de dokter geen enkele moeite sparen, want het werd zijn missie om van jou zijn zoon te maken. Na bijna 2 jaar behandeling was jou medisch genezen. De kankergezwellen waren vernietigd en het proces van het ontwikkelen van meer gezwellen was gestopt. De bijwerkingen van de chemotherapie waren zwaar, maar jou was een stralende zonneschijn en hoop in het ziekenhuis in Parijs waar hij behandeld werd. Tijdens deze behandelperiode had hij een persoonlijke tutor die hem een formele opleiding begon te geven. Na die 2 jaar was hij perfect geïntegreerd in het reguliere schoolsysteem en blonk hij uit in vakken zoals wiskunde en wetenschap. De boeken die jou als kind las wekten bij hem een grote interesse in de geneeskunde op. Het werd zijn droom om een medisch arts te worden, net zoals zijn vader. Ja, zijn vader, want het adoptieproces was eindelijk afgerond en voor het eerst in zijn leven had deze weesjongen een achternaam. Hij was nu Jou Pascal. De schooljaren vlogen voorbij en Jou werd een uitmuntende student aan de medische universiteit. Zijn specialisatiegebied werd genetica en natuurlijk had hij een grote interesse in het bestuderen van Burkitt lymfoon en de behandeling ervan. Uit zijn onderzoek werd duidelijk dat vroegtijdige detectie het behandelingsproces veel effectiever zou maken en het leven van veel kinderen zou redden. Natuurlijk wilde Jou terugkeren naar Ivoorkust om mensen in plattelandsgebieden te helpen. Zijn vader zou hem een paar maanden begeleiden, maar verbleef voornamelijk in Frankrijk om fondsen te werven voor het werk dat zijn zoon in de plattelandsgebieden deed. Het team zou het land echter minstens 4 keer per jaar bezoeken, telkens voor minstens een maand. Op de dag dat Jou het dorp Bakel binnenliep, wist niemand wie hij was. Toen hij hen een foto van zichzelf als kind liet zien, renden sommigen angstig weg, maar anderen waren verbaasd over de transformatie die hij had ondergaan. En die dag bracht hij hen naar 2 andere kinderen die dezelfde aandoening hadden. Wat er daarna gebeurde was heel moeilijk te geloven. Jou gaf het comfort en de luxe van zijn leven in Frankrijk op om voorgoed terug te keren naar Ivoorkust. Hij ging verder met het verspreiden van het bewustzijn over de diagnose en behandeling van Burkitt lymfoom. Hij deed ook veel werk om bijgeloof over westerse geneeskunde, kanker en abnormale groei te doorbreken. Hij bracht medische diensten en informatie naar de plattelandsgebieden van zijn geboorteland. Monstre was sauveur geworden, wat redder betekent. Niet alleen begon zijn eigen land zijn bijdrage te erkennen, maar hij werd vaak uitgenodigd om terug te keren naar Frankrijk om te spreken op medische conferenties over Burkitt lymfoom en beïnvloedde ook het beleid met betrekking tot de toegankelijkheid van medische diensten in de plattelandsgebieden. De lokale en internationale prijzen die volgden gaven erkenning aan zijn onbaatzuchtige opoffering, sterke pleitbezorging en de positieve verandering die hij teweegbracht in de medische wereld. Jou stond op de schouders van zijn vader, wiens eigen compassie en onzelfzuchtigheid ervoor zorgde dat deze misvormde weesjongen uit Ivoorkust een wereldberoemde expert werd op het gebied van Burkitt lymfoom. En dankzij deze 2 geweldige mannen werd de wereld iets beter voor kinderen met zichtbare misvormingen. Wat vind je van het verhaal van Jou? En wat zou je tegen Dr. Claude zeggen? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.